Wiegel de Red Roos. Ja. 2021, nou we staan in Den Haag, op Groot Hertoginnenlaan, voor het spuuglelijke gebouw van de Duitse ambassade. En de viruswaarheid heeft, om redenen die Willem Engel zo meteen even gaat uitleggen, besloten om allemaal hier een bloem neer te leggen. En die bloem staat symbolisch voor een intellectuele organisatie van voor de Tweede Wereldoorlog in Duitsland, de Weiße Rozen. En dat was een intellectuele groep die tegen het nazisme was. En Willem Engel gaat zo meteen uitleggen aan ons wat er precies allemaal gebeurd is de afgelopen tijd. Ik weet toevallig dat er één Duitse rechter is geweest vorige week. Die heeft een uitspraak gedaan tegen het overheidsbeleid in. En daarop volgend heeft de politie een inval bij de man gedaan en een huiszoeking gedaan. Ja, natuurlijk een hele kwalijke ontwikkeling. Echt veel details heb ik daar niet van, maar in ieder geval allemaal welkom. Welkom, Rick Kuitums hier. Welkom dat jullie kijken. En maar is er een vonnis geweest op 8 april van een hele moedige rechter die tegen de mondkapjes en de PCR-testen en de afstand in is gegaan. Dat was een familiebericht. Dus het ging over kinderen op scholen. En omdat hij zo grondig is geweest en experts aan het woord heeft gelaten. En 18 vragen heeft gesteld aan de verdediging. Die vragen zijn nooit beantwoord. Dus hij kon niet anders dan een volledig vonnis vellen. Waarin eindelijk een keer alle wetenschappelijke argumenten werden meegenomen. En dat was vernietigend. Alle maatregelen zijn onwetenschappelijk en daarmee illegaal. En dat was natuurlijk een enorme slag voor het regime van Merkel. En nu zie je wat het regime doet. Probeert puur met intimidatie deze rechter de mond te snoeren. Ze proberen deze rechter te vervolgen. Er is een inval in zijn huis geweest. Er is een doorzoeking van zijn auto geweest. Zijn telefoon is in beslag genomen. Ja, dit zijn ongekende praktijken. En daar gaat die witte roos over. In Nazi-Duitsland, ten tijde van 40-42... die gaat over de verzetbeweging, die Weiße Rozen, in de Tweede Wereldoorlog. Dat was een verzetsbeweging van intellectuelen die allemaal ter dood gebracht zijn door de nazi's. En die kenmerkte zich dus door het geweldloze verzet tegen Nazi-Duitsland, tegen het regime daar. En in Duitsland, op dit moment in Weimar, is een grote demonstratie bezig om dezelfde reden. In Oostenrijk als het goed is ook, en in Denemarken ook. En ik hoop dat dit... Hallo, ik was een keer Maanveld, heel lang geleden. Hier komt even een dame, die krijgt een bloem. Hallo dame, maar u bent live. Er is één ding wat ik tegen jou wil zeggen, en dat vind ik zo jammer, dat je dat ongenuanceerd hebt uitgesproken. Je vriend die zegt, die komt voor je op, maar hij is Jood. Je hebt gezegd dat die mondkapjes lijken, ik weet niet hoe je het precies hebt gezegd, op de... Dat was niet op het Malieveld. Nee, dat was niet op het Malieveld, dat weet ik. Dat zijn de geruchten. Ja, maar geruchten, ja. Nee, ja, maar zo werkt het. Nee, je hebt het wel gezegd. Nee, ik heb wat gezegd... Wat heb je gezegd over die mondkapjes met die Jodenster? Ja, ik heb gezegd, verschillende Joodse en Israëlische mensen in onze organisatie hebben het al met de gele ster vergeleken. En ik denk dat we daar niet ver vandaan zitten. Oké, dat ligt dus iets genuanceerd. Dat is wat ik heb gezegd. Ja, en dat staat ook op Rotterdam Rijnmond TV. Maar, en dit is wat de media er constant van maakt. Ja, ze zijn in de business van naming, shaming en blaming. Die media die maakt dan van alles. Precies. Nee, maar dat vind ik wel fijn. Want ik kan even... met de uitsluiting van mensen die niet... Van mij een beetje betrokken, zal ik het maar eerlijk uitdrukken. Ja. Nou, gelukkig dat je er weer bent en dat ik je nou ja, roze bij mag aanbieden. Hoor. We hebben daar net een dienst gehad in de christengemeenschap, daar over vrijheid gesproken. Oké. Met mondkapjes of zonder mondkapjes? Mag je doen of niet? Met mondkapjes? Nee. Oh, oké. Nee, pas op. Het is niet ja of nee. Het mag of het mag niet. Je hoeft het dus niet te doen. Oh, nee, precies. Wij hebben daar de vrijheid. Oké, dat is heel voor mooi. Alles. Wilt u wat dingen zeggen tegen de mensen over... Wat zegt u? Laatst werd ik geïnterviewd door de radio. In verband met
met het natuur, milieu en klimaat. Oh ja, dat is het volgende op het hoofdstuk. Hè? Eerst even de coronamaatregelen eruit. Ze zitten daar bij het katshuis. Wat zitten ze daar te doen, te vergaderen? Nee, die staan daar te waken. Oh, waken, ja, waken over de klimaathoax. Er zijn nog een paar hoaxen aan te pakken. Dat is de stikstofhoax van de landbouw en de boeren. Dat is de coronahoax en dan nu ook nog binnenkort de klimaathoax. Hè? Dat moet er ook uit. Eén voor één lopen de mensen dus naar de Duitse ambassade en voor de deur worden dus bloemen neergezet. Symbolisch. Stik. Nou, dan moet er minimaal één roos de brievenbus in, vind ik. Kom op. Mordechai, wil jij nog iets zeggen? Ja, ik wil altijd wel iets zeggen. Willem heeft net al verteld dat de witte roos symboliek staat voor de organisatie Weiße Roos in Duitsland. Ja. Wat is er allemaal gebeurd? Er is een rechtszaak geweest. Nou, ik was er. Ik kende dit verhaal zelf niet hoor. Dus ik ben zelf niet zo op de hoogte van sommige geschiedenisfases en gebeurtenissen in Duitsland zoals Willem dat is. Dus ik vond het bijzonder om te horen. En toen ik het hoorde, dacht ik, ja, het nagedachtenis van... dat waren vooral studenten die opkwamen. Dus ik ben er wel ingedoken in dat verhaal. En die zijn dus allemaal weggehaald. Ja, dat is wel bizar. En nou ja, nu van de week was er een trigger op basis van die advocaat die weg is, die af is gevoerd. Is dat niet je rechter? Of een rechter is het. Het is niet eens een advocaat, het is een rechter. Maar ja, dan een uitspraak gedaan geloof ik, die onwelgevallig was voor het beleid. Ja. Dat is natuurlijk schandalig, hè? Waar gaat het heen? Ja, en dan zie je nu waar het heen gaat. Nou ja, en dat blijf ik zeggen. Van, ja, als je nu nog niet wakker bent, dan voel je je waarschijnlijk gewoon ongemakkelijk om op te staan. Want het kan nu bijna niet meer zo zijn. Als je echt oprecht geïnteresseerd bent in het verhaal van de andere kant, dan kan je nu niet meer zeggen dat je het niet weet. Dat is onmogelijk. Wat wel zo kan zijn, is dat je alleen maar de mainstream media volgt en op basis daarvan je conclusie trekt. Dat zou kunnen. Maar als je er echt voor open staat, ja, dan kan je eigenlijk niet anders meer dan zeggen van jongens, dit klopt niet. Dus bij deze ook nog een keer de oproep aan alle kijkers. Dat is een beetje de week van het mondkapje voor mij. Dat ik weet gewoon dat als ik met mensen in gesprek ga in de supermarkt. Ik kom wel eens vrienden en vriendinnen tegen in de supermarkt. En dan ga ik het gesprek aan. Het eerste wat ze doen ze een mondkapje af. Dus ik zeg, waarom draag je het dan? Ja, ik wil geen gezeur. Maar ik ben er inmiddels van overtuigd dat iedere keer dat jij een mondkapje draagt, terwijl je eigenlijk weet dat je dat liever niet wil, want daar gaat het natuurlijk om, dat wil je liever niet. Ja, dan bevestig je eigenlijk dat machtsmisbruik van de andere kant. Dus ja, weet je, als je dan ook je niet wil laten vaccineren of je niet wil laten testen, maar je wil ook geen mondkapje dragen, begin dan met het mondkapje. Want ja, de grens is heel snel opgeschoven. Dus ik wil eigenlijk iedereen vragen, en nogmaals met alle respect, hè, want wil je graag een mondkapje dragen, snap ik dat. Maar als er iets in je zit wat denkt, eigenlijk wil ik dit liever niet, kap er dan gewoon mee en doe het gewoon niet meer om. En dat geldt eigenlijk voor iedereen. Ja, het is wel mooi. Er zijn van die pasjes. Dit is gewoon de overheid. Die hebben dit gemaakt voor iedereen die onder de uitzondering valt. Ja, ik vind het geen enkel probleem om te zeggen dat ik val onder de uitzondering. Dat valt voor mij niet onder liegen. En waarom niet? Ik ben een uitzondering, want ik loop in mijn eentje in een volle Albert Heijn met mensen met mondkapjes. Dus ik ben een uitzondering. Maar dat is echt zo. We zijn ook de uitzondering, omdat we uiteindelijk opstaan. Dus nou, dit pasje kun je gewoon printen. Ik zag ook een website ergens voorbij komen waar je pasjes kan maken. Ja, klopt. Rijksoverheid. Oh, ja. Dat is dit is Rijksoverheid. Dat is ook nog een website waar je kan bestellen. En daar staat nu ook een mooi pasje op. Want ik laat me niet vaccineren.
dat zag ik ook voorbij komen. Maar dit staat gewoon de Rijksoverheid. Kun je gewoon knippen, mag ook in zwart-wit volgens mij. Bijzonder is, er staat geen legitimatie op, dus het is nu nog steeds relatief makkelijk. Maar dit gaat straks gewoon een app in. Hè? Dus we hebben het gezien bij het RIVM, ook zoiets. RIVM heeft allemaal voor iedere burger in Nederland een pagina aangemaakt. Nou, ik heb ze van de week geschreven, zeg ik wil dat ik over uit wordt gehaald. En ik wil een reactie schriftelijk. Want dat zet het systeem onder druk. Ga allemaal gewoon richting het RIVM schrijven. Ze hebben twee adressen, één hier in Den Haag volgens mij. En die andere zit ergens anders. Maar schrijf gewoon brieven en eis gewoon dat je uit dat systeem wordt gehaald. Dus niet zelf met je DigiD verwijderen, dat zou ik niet doen. Gewoon brieven schrijven. En laat ze die actie maar handmatig doen. Als je dat met 50.000 mensen doet, denk ik dat ze het zo omdraaien. Zeggen, we halen al die pagina's er wel vanaf. En als je een pagina wil, maken we voor je aan. Dan draaien we het om. Want het kost gewoon veel te veel werk. Om al dat soort mensen als jij en ik, als we allemaal gaan schrijven, om die te beantwoorden. Dus de druk mag worden opgevoerd. En dan het laatste. We zijn nu toch. Ik denk dat dit de belangrijkste maanden zijn, misschien wel in de nabije geschiedenis. En dat komt door het volgende. Wij in Nederland geven relatief weinig weerstand. Wij zijn echt hele redelijke mensen. Dat hebben we in de oorlog gezien. In Nederland waren de Duitsers het snelste binnen van alle andere landen. Die invasie ging echt met twee vingers in de neus. En relatief gezien zijn hier de meeste Joden weggehaald. Dat betekent, wij zijn een volk wat niet heel erg strijdlustig is. Dat hebben we gemerkt en dat merken we nu weer. Nou, we hebben nu de maand mei en juni. Ik wil echt iedereen vragen dat, nogmaals, als je dat niet wil, moet je niet doen. Maar mocht je iets in je voelen van, joh, ik wil ook een keer naar een demonstratie. Als je al vaker naar een demonstratie bent geweest, dit is de maand. De maand mei 2021. Dan hebben we ook nog juni, dus dat zijn twee maanden. En ik denk dat dit de twee maanden zijn. En waarom? Juli, augustus gaan heel veel mensen toch met vakantie. Ik denk dat dat een vaccinatierun wordt, want waarschijnlijk mogen ze met vakantie met een prik. En daarna is het alweer september. En dan gaan we naar de volgende golf, zoals we dat noemen. En in oktober gaat waarschijnlijk alles dicht. En er is ook nog kans dat ze aan het internet gaan zitten. Dus dat betekent dat, ja, wat mij betreft hebben we mei en juni nog. Om hier en daar wat stokken tussen de spaken te steken van dit enorme vliegwiel wat ze uit hebben gezet. En dan denk ik dat we echt moeten gaan schakelen naar een andere fase. Dus bij deze de oproep, mensen, mei, juni, wat er ook komt, zorg dat je er bent. 5 mei ben ik op het Malieveld, ga daarheen waar jij wil zijn. 8 mei de Walk of Freedom. En 20 juni, zondag 20 juni, laat het de grootste demo worden van het jaar. Dan doen we 21 juni vorig jaar over. Maar dan dit keer hopelijk zonder ME-inzet. We zijn alle groepen aan het verzamelen voor zondag 20 juni. En dat de grootste mag zijn, dat is dan eind juni. En dan zitten we vlak voor de vakantie. Zet hem vast in je agenda en laten we zorgen dat het Malieveld helemaal vol staat. Oké, dankjewel. Ja, joh, duidelijk verhaal. Ik hoorde net wat je zei. Als nou 50.000 mensen dat allemaal doen, dan... Dat klinkt heel erg als een slim plan voor burgerlijke ongehoorzaamheid. Want het zijn de massa's die in feite het systeem kunnen toe bewegen om iets anders te doen. Misschien is het handig om met een heleboel mensen daar eens over te praten. Wat voor acties daar ook mogelijk zijn. Ja, Anna en ik zijn bezig een eigen organisatie op te zetten. Je ziet dat virus waait, is heel erg druk met de rechtszaken en de wetenschap erbij halen. Wij zien vooral dat er zijn nu ook heel veel organisaties die demonstraties organiseren. Dus dat gaat ook goed. Alleen wat wij nu nog willen is dat er ook, naast een heleboel andere dingen die we gaan doen, is dat we ook gewoon mensen willen inspireren en eigenlijk willen vragen, verzoeken, uitnodigen om wat acties te nemen. Daar zijn dit soort acties fantastisch voor. Als we met 50.000 mensen richting het RIVM brieven schrijven en vragen daar reactie op, dan valt het administratieve systeem om. Als je met 305 mensen wordt aangehouden, en dat hebben we gezien, en je dient 50 beroepschriften in, 50, dan halen ze er 8 uit. Ze trekken die 305 gebiedsverboden trekken ze in, omdat ze de druk niet aankunnen. Niet omdat ze het niet willen, want zou ik het alleen hebben gedaan, zou ik dat gebiedsverbod dan nooit af hebben gekregen. Maar met 305 mensen tegelijk, onder die druk, gaan systemen piepen en kraken. En die snelheid dat ze het kunnen omschakelen, die hebben ze niet. Dus mensen, enigszins druk wil uitvoeren, begint te schrijven naar het RIVM over die eigen gemaakte, over die pagina die van jezelf is, zonder dat jij dat vraagt. Allemaal aangiftes doen van strafbare feiten die je waar hebt genomen op velden. En ik ga graag op je uitnodiging in om eens een plan hiervoor te maken. Te kijken, wat kunnen we nu met z'n allen doen om die druk op te voeren? Nou, hartstikke bedankt.
En fijne dag. Misschien zullen we elkaar nog op het terras zien ergens. Ja. Ik weet het niet. Oh, ja, ik ben verslag gedaan van de bloemlegging bij de Duitse ambassade. En ik zou zeggen, deel deze live. En bedankt voor het kijken. En mocht je willen, ga even naar onze website. Als je nog geen lid bent, word lid van LNN. Steun LNN. Voor 10 euro per jaar word je lid. We zijn natuurlijk vrijwilligers. En dankzij de hulp van andere mensen kunnen wij dat zo professioneel mogelijk doen. Nou, in ieder geval hartstikke bedankt voor het kijken, mensen. Ik zou zeggen, een fijne dag en tot de volgende keer.